Hi, welkom bij Milo. Vandaag ga ik twee stretches met je doornemen voor de quadratus lumborum. Maar om goed te begrijpen hoe je deze stretches kan gebruiken en überhaupt wat de kwadratus doet, eerst even de anatomie. Waarom het belangrijk is dat ik je dit even uitleg is dat je goed begrijpt waarom stretches waardevol zijn, maar ze niet uiteindelijk de oplossing zijn voor veel van de problemen van je cliënten mochten ze last hebben van veel stijfheid of last in onderrug. Wat voortkomt uit stijfheid van de quadratus. De quadratus lumborum is een spier in de onderrug die bevestigd is tussen je onderste rib, je twaalfde rib. Aanhechtingen heeft op de wervelkolom en uh, aanhechtingen heeft op de rand van je bekken. Nou, als de quadratus zich verkort, krijgen we lateraal flexie. Beweegt de ribbenkast en de heup naar elkaar toe, waardoor de bovenlichaam zich zijwaarts beweegt. Maar omdat je er eentje links en rechts hebt, kun je ze ook tegelijkertijd aanspannen. Wat er dan gebeurt, is dat je stabiliteit We houden juist de ribbenkast en de bekken recht boven elkaar. Kleine kanttekening: daarvoor hebben we wel de samenwerking nodig met de anterior core. Dus de musculatuur aan de voorkant. Als die voor, achter en de beide zijkanten samenwerken, krijgen we rompstijfheid. Nou, waar kunnen dus problemen ontstaan? Dit kan zo zijn dat je de kwadraten dus vooral gebruikt in rompstijfheid. Dat zal natuurlijk zo zijn met de meeste krachtoefeningen. Wat er dan in gebeurt, is dat je die kwadraten vooral in die lengte traint. Daar wordt hij sterk. Alleen je traint hem nooit op de volledige lengte. Nadeel daarvan is, is dat hij wat stijfheid kan vasthouden in die positie. Met krachttraining is het soms lastig om die kwadraten op lengte te trainen, omdat dan de onderrug naar flexie moet. En dat is een patroon wat we niet zwaar willen laden. De oplossing daar is beweging aanbieden. Dus je wil niet. Progressief overladen voor langere tijd in die flexiepatroon, maar je wil af en toe wel flexie opzoeken om die kwadratie op de lengte te brengen. Tweede wat kan voorkomen is dat mensen een hele inactieve levensstijl hebben. Omdat we veel zitten, veel staan en veel mensen staan ook nog eens veel in extensie, is die kwadratus enorm verkort, waardoor die hypertoon wordt. Hij houdt heel veel spanning vast. In beide gevallen kan het waardevol zijn om stretches aan te bieden voor de quadratus, waardoor we wat meer lengte vragen, die spier wat meer kan ontspannen, waarna we beweging kunnen aanbieden om de, die quadratus wat minder hypertoon te maken. Nou, dat is wat te veel voor deze video, maar die twee stretches zijn dus wel belangrijk om binnen zo'n volledig plan toe te passen. Omdat de quadratus zich bevindt tussen de Onderste rib van je ribbenkast en de bovenkant van je heup willen we daar zoveel mogelijk afstand tussen creëren. Bij deze twee stretches gaan we dat doen. De eerste kan in een squatrek, maar het kan dus ook gewoon in je deurpost. Wat Ben gaat doen, is hij gaat met één heup bijna tegen het rek. En ik zal ietsje verder, zo echt wel een voetafstand ertussen houden. Heel goed. Met de buitenste hand gaat hij er overheen. Pakt hij ongeveer op schouderhoogte vast. En zijn buitenste been stapt aan de binnenkant van zijn binnenste been. Wat we hier dus zien is alleen al doordat we de heup wegdraaien en de schouder omhoog trekken, dat de mee meebeweegt, creëren we afstand tussen die twee punten. Wat we nu gaan doen om wat extra stretch te vinden, is de bekken naar achteren kantelen, naar een posterior pelvic tilt. Daardoor bolt de onderrug en creëren we nog meer afstand tussen deze twee punten. ze wat Ben gaat doen, ze gaat zijn gewicht echt in die heup laten zakken, terwijl hij zijn bekken gekanteld houdt. Dit is de maximale lengte. Als je nu uitademt en ontspant, zul je merken dat je langzaam in die positie zakt. Je krijgt zoveel mogelijk afstand tussen die twee punten. Houd er rekening mee: je wil geen pijnsensatie. Omdat lengte van de spier neurologisch is, we hebben de spierspoeltjes en het Golgi-Pace-lichaam. Uh, bij pijn zullen ze weer gaan aanspannen. Dus je wil ontspannen. Gaan we naar de tweede oefening? Gaan we naar de tweede stretch: dat is een prayer stretch met een rotatie. Maar je zult zien dat de componenten van de beweging nog steeds hetzelfde zijn. Ben! Zit op handen en knieën. Wat we gaan doen als eerste is zijn rug bollen. Dus hij kantelt zijn bekken naar achteren. Weer die posterior pelvic tilt. En flexie, bolling van de onderrug. Nu creëren we al wat afstand tussen die twee punten. Tweede wat we gaan doen, we kiezen één kant. Hij maakt contra-beweging. Zijn heup gaat naar één kant toe. We maken dit lang. Zijn schouder gaat naar de heup. Dus we verkorten de keel aan één kant, maar we verlengen we naar de andere kant. Voor ben belangrijk, blijf bollen. Heel goed. Dan gaan we nu in die prayer stretch. We houden die rotatie en die bolling vast. Wat Ben gaat doen, hij gaat zitten richting zijn hakken en zijn hand schuift naar voren. Laag, laag, hand op de grond. Heel goed. Schouders naar beneden. En naarmate die dieper zakt, zijn heupen gaan verder naar achteren, zijn hand gaat verder naar voren, zul je die stretch ook meer voelen in die QL. Hou er rekening mee, je wil je rug niet hol trekken. Dan maak je er wat meer een lat stretch van... Hou je rug bol zoveel als je kan. Leun lekker naar achteren om die stretch op te zoeken. En reik naar voren om die twee punten goed uit elkaar te trekken. Diepe, lange stretches, zeker gecombineerd met goede ademhaling, zonder prikkel, kunnen ervoor zorgen dat we spiertonus verlagen. Een verlaagde spiertonus kan er weer voor zorgen dat we beter kunnen bewegen. En dat blijft heel erg belangrijk. Die combinatie moet er wel zijn. Alleen maar stretchen zorgt niet vaak voor de langdurige oplossing waar je naar op zoek bent. Maar een goed geprogrammeerde stretch in een groter trainingsprogramma heeft zeker waarde. Vond je dit nou een toffe video en wil je meer zien, ga dan naar ons YouTube kanaal Milo Performance and Education. Of volg ons hier op Instagram, at Milo Education. Tot de volgende keer.